Jongens, ik moet jullie trouwens nog een vreselijk verhaal vertellen. De dag begint met vloggen. Of met vloggen, met facetimen. Onze room service is er. Ik heb een club sandwich en SME een tosti. En frietjes. En ja, frietjes zijn natuurlijk altijd het allerchillst in Frankrijk. Dus let's eat. Ik zit in de auto naar de shot. En ik hoop dat ik heel veel make-up op krijg. En ik ben gezellig met Esme en met Fabienne. De liefste PR van mij. Pap heeft zo'n leuk jurkje aan, hij is van Maasje, hè? Self-portrait. Oh, self-portrait. Ik zat te twijfelen, inderdaad. I love self-portraits. Oké, nou, let's go. No, we just had a breakfast. Hi, Maasje. Nice to meet you. How are you? Good. Hi. Blijkbaar een hele bijzondere ruimte waar we naartoe gaan. Waar ze videomapping en zo hebben. Dus ik zal even kijken of ik de camera mee kan nemen. Oké. Okay. Hello. Hello! Nice to meet you. Hi. Hello. Noor, nice to meet you. The camera will turn around you, you know? Yeah. Oh, dit is de videomapping die zo mee you know, with the camera. 3, 2, 1, action! Perfect! Yeah, followers, on the bike. It's not too bad. This one, I keep this one. Oké, wij zijn in het hotel aangekomen en ik ga even inpakken. En dan hebben we nog een afspraak en dan gaan we terug naar Cardinor. Naar Olivia! Oké, we are packed en ik heb me weer omgekleed. En ik denk dat mijn koffer alleen te zwaar is voor mijzelf om te tillen. Ja. Wacht. Het is best wel zwaar, hè? Ja. Lood. En dan gaan we het hotel verlaten. Alles. Zou jij deze nog kunnen houden somewhere of niet? Nee, dat is wel. Wacht, ja, dus uitchecken en naar Cardinor. Super warm in Parijs vandaag trouwens. Het is iets van 32 graden of zo. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga niet meer dubbel kleren. Ik zal een linkje naar het jurk hieronder zetten. Like always. Jongens, ik moet jullie trouwens nog een vreselijk verhaal vertellen. Want we hebben een soort van muis in huis. En ik wil het gewoon niet eens vertellen, zo vreselijk is het verhaal. Ik ben zo blij dat ik er niet bij was. Olly die was met Sander thuis. En Sander was beneden. En ineens hoorde Sander heel hard gil. En toen zag ze dus Olly met een dode muis heel triomfantelijk in haar handen rondlopen. Thank you. Welcome. See you soon. En ja, toen had Olly dus was met een dode muis in haar hand aan het spelen. Wij zitten in de trein en het was zo warm in Parijs. Het was 32 graden en op het station kwam echt al de zon in en daar was het echt 45 graden volgens mij. Maar we hebben de trein gehaald en ik had het bijna met zus op zijn. Gekomen.
En Bibi heeft eten gekookt. Echt super lekker. Tenminste, ik ga het zo proeven. Bibi, je hebt kip tandoori gemaakt, toch? Nee, het is madras. Kip madras, dat is super lekker. Ja? Ja, dat is heel lekker. Ik heb hem nooit gegeten. Hallo jongens! Hallo Oliver, ik heb jou zo verschrikkelijk gemist. Oké, ik ben boven, we hebben gegeten. The best part of coming home is unboxing. Dus ik heb wat pakketjes en ik zal ze even laten zien. En deze heb ik zelf gekocht en daar ben ik zo blij mee. Dit is een bril van Saint Laurent en ik was er zelf al zo lang naar op zoek. Maar ik kon hem nergens vinden en ik heb een site gevonden. Ik zal hem hieronder linken. Het is wel een uitgave, maar ik link hem hieronder. En ik heb dus een site gevonden waar ze hem nog steeds hebben. Dus mochten jullie hetzelfde hebben. Dit is hem. Hij heeft studs. Echt, ik vind deze zonnebril echt, dit was gewoon mijn levensdoel die ik bereikt heb. Ik vind hem zo super vet. Let me know wat jullie vinden. Link doe ik hieronder mocht je hem ook willen kopen. Want hij is awesome. Dus dat is het eerste pakketje. En daarnaast heb ik dit gekregen van Patricia Pepe. Een super mooi roze pak. En ik heb maandag een shoot waar ik de styling zelf voor doe. Misschien dat ik deze wel meeneem. Because I really like it. Het is een heel mooi structuur zit erin. En hij heeft achter zitten gouden knoopjes. En dit is het jasje dat erbij hoort. Die ziet er zo uit. Dus een roze pak. I like it. En ik heb iets van Nelson Petersen. Ik weet niet wat dat is. Hey Noor, een stukje info door mij ontworpen. Sjaaltjes. Oh, leuk. I love scarves. Dat is voor in het haar, denk ik. Ja. Weer zo. Super cute. Ook heel leuk. Leuk voor de zomer. Ik ga naar Rome dinsdag. Ja, zo leuk. Jullie zien natuurlijk gewoon alles. Dinsdag, woensdag, donderdag ga ik naar Rome en verder in Italië reizen. Ik ga met Tots op reis. Dus dat gaan jullie zien. En dan de next piece is vintage. Want ik ben obsessed met alles vintage. En dat is een oversized. Ik heb een XL gekocht. Linnen. Vintage Ralph Lauren blouse. Ook fijn voor op het strand ergens over te doen. Ik zal hem even linken hieronder, want ik heb hem dus vintage gekocht. En hij ziet er dus zo uit. En ik vind deze kleur echt top. Hi Sunny. Hey. En het volgende item. Also vintage. En deze kleur vond ik zo vet. Kijk, ik heb een nieuwe spijkerbroek. En Sanne heeft een nieuwe spijkerbroek. Van White Denim. Oh, leuk. Oké, toch? Ja, heel leuk. Sander moet ook even unboxen. Even kijken of deze kleuren mij staan trouwens. Het is dus deze kleuren. En even kijken. Ja, nou, zo ziet hij er dus uit. Ook van Ralph Lauren. Ik zal hem even aantrekken. Ook lekker groot. En die leg je dan zo. Marcel luchtmateriaal, hij is ook vintage. Maar ik zal wel even, als ik hem leuk ga stylen, zal ik het wel even laten zien. Dus dat. Het volgende. Ook vintage Ralph Lauren. Is deze bed. Met scheurtjes en doodshoofden. En even kijken hoe die zit qua maat. Oh, deze is te klein voor mij, zo denk ik. Of niet, nee niet. En die zit zo. Dus dat is ook chill voor reizen en voor het strand en zo. Ook een leuke kleur is dit trouwens. Let me know wat jullie van deze items vinden. Ik heb hier een hele set Tom Ford. Lipcontour duo. Allemaal lipcontour duo. Dit hier heb ik nog niet geprobeerd. Maar ik ben natuurlijk echt mega fan van die eyeliner en die contour palette. Trouwens, iedereen die mij heeft gemaild over het contour palette. Ik link het hier beneden. It's the best thing that ever happened. Wow, dit is een mooie kleur. Best thing that ever happened in the world. Ook echt een uitgave, maar echt. Zo, dit is. Waarom is dit merk zo'n perfection? Dus dit is
potlood om erom te doen. En dit is dan de kleur maar in te doen. Echt, I can't. Het is echt grappig. Ik heb helemaal niet zo graag dat ik het heel leuk wil vinden of zo. Maar dit merk is gewoon nou, oprecht. Echt het is zo ziek goed met alles. Het is echt niet normaal. Dus die heb ik denk dan in 3 kleuren. Ik ga het allemaal even uitpakken ook trouwens nu. Dan kan dat zo allemaal lekker weer weg. Kijken welke kleur ik verder heb gehad. Knalrood, altijd goed. Deze kleur. En een rozige kleur. Ook heel mooi. Dus hier ben ik uiteraard extreem blij mee. Dus dat. En toen heb ik ook nog Ecstasy Shine 3 lipkleuren van Armani gehad. Ik hoop dat degene die ze vandaag gebruikt, of ja, als deze top erbij zit. Ik ga even lekker erover doen. Het zijn een beetje balmachtige kleuren. Dus het is niet lipgloss. Het glanst wel, maar niet te erg. Dus dat is wel lekker. En het verzorgt heel erg. Dus dat vind ik ook wel heel fijn. En dan het laatste pakket. Let's see. Oh, dit is zwaar zeg. Wat zou dit zijn? Oh my god. Dit zijn allemaal. Allemaal Schwarzkopf producten. Ik hoop extreem erg. Leuk. Oh, super lief kaartje erbij. Die moet ik even bewaren. Wat heb ik allemaal gehad? Blond. Oh, I love this. Sorry, ik ben echt een haarfreak. Yo, lekker, heerlijk. Lekker zo'n grote bash. Die volume powder. Blond shampoo. Nooit genoeg van. Wat is dit? Total Repair. Nou, dat kan deze meid wel gebruiken. Want mijn haar is echt een epic veel op het moment. Ik zal wel even laten weten wat ik ervan vind. De hele lijn. En deze is zo bekend. Dit gebruik ik echt al jaren. Maar iedereen maakt altijd grap over hoe dit eruit ziet. Deze zilver shampoo. Maar die is wel heel fijn. Dat gele gaat er echt uit met deze. Dus I like it. Oh, baby. Dit is zo leuk voor Olly. Ik heb zo'n fles van Schwarzkopf van shampoo voor kids. Shampoo en conditioner. Maar het ziet er echt super leuk uit. Kijken. Voor prinsesjes. Oh, leuk hè? Dat is schattig. Ja. Het is echt zo schattig. En volume hairspray. Ziet er ook goed uit. En dat waren de pakketjes. Ik heb dus net mijn pyjama aangetrokken. Oh, en mijn mascara over mijn hele hoofd gesmeerd. Maar mijn lieve vriend Sander. Die ik alleen vanavond zie. Want morgen gaat hij naar New York en Toronto. Misschien ga je wel vloggen toch? Of niet? Ik dacht misschien dat ik wel... Dat ik eens laat zien wat ik in het weekend doe. Doe. Toch? En mijn lieve Bibi blijft lekker bij mij. Ja. Bibi en Noor weekend. Doei. En Olly. En Ollieball. Girls weekend. We gaan, als jullie nog film recommendations hebben voor ons, let me know. We gaan Big Baby Boss, hoe heet die precies? Dat lijkt me zo'n leuke film. Ik wil even de trailer zien. Ja. Oh my god, you will die. Heb je de trailer niet gezien? Nee. Ja, de trailer is zelfs... Maar Sander heeft dus een nieuw woord. De trailer is echt super fresh. En dat is fresh. And I'm not sure what I think. Fresh. I'm gonna make fresh happen. Stop trying to make fresh happen. I'm making it happen. Maar er zijn 3 woorden. Nee, 2 woorden. Tof. Tof is echt een heel belangrijk woord. Nee. Dingen zijn tof. De boss baby. Oké, dat is de laatste niet. Maar het is wel echt een belangrijk woord. Tof is een belangrijk woord. Iets is tof. Niet fantastisch of oh my god, maar gewoon... Ja, dat is tof. Tof, man. Not sure. Jawel. Not sure what... Maar het is kort en krachtig. Tof. Ik ga lekker eten. Oh god, ik vind het zo vies. Nou, mijn laag. Er is soms onder. Wij liggen lekker in bed. En het is al best wel laat. Ik ga lekker Kimmy kijken. Ik vind het zo leuk, zo je moet echt meekijken. Wat krijg ik dan van je? Een kusje. Nee, serieus. Ik wil best wel iets doen voor je, maar wat krijg ik dan? Het bijvoorbeeld, is geen straf. Wil je met mij...
alle films van Will Ferrell kijken volgend weekend. Nee. Sander gaat morgenochtend naar Toronto. New York. Kriebel omhoog. Iedereen gaat zeggen, je moet die ogen zuiveren, maar ik doe het lekker toch. Daarom zou ik nooit weer extensions of zo kunnen nemen. Ik hou er zo van. Ja, het vorige week lag jij hier echt huilend in bed. Toen kwam je uit Duitsland terug. Toen had je ja, toen hadden ze een nepwimpers, hadden ze met een of ander nucleair plaksel opgesmeerd. Maar zeg maar, je kan wimper extensions nemen en dat lijkt mij echt absoluut hel. Anywho, ik ga lekker naar bed. Volgens mij heb ik te veel gevlogd vandaag. En never too much. Never too much. Morgen lekker opstaan in mijn eigen huisje. Daar heb ik wel zin in. Maar Parijs was wel echt super leuk. Luister, ik wil weten van jouw volgers. Of zij wel eens de film Tropic Thunder hebben gezien. Kom en als ze die niet gezien hebben, dan moeten ze die zien. Want Robert Downey Jr. speelt daar de rol van zijn leven. Tom Cruise. En Tom Cruise obviously ook, als je hem herkent. Want als je het niet weet dat Tom Cruise is, dan herken je hem niet eens. Maar ik wil even weten of mensen dat kennen. Zo niet, kijken. Zo ja, en dan leave a comment en tell me that you had the best night of your life. Dat vinden mensen echt niet leuk. Nee, weet je wat echt leuk is? Heel veel mensen hadden trouwens een comment. Nee, maar luister, heel even één ding. Dat is echt heel belangrijk, sorry dat ik je onderweg. Als je die film gekeken hebt, dan kan je namelijk mijn humor beter begrijpen. Bijvoorbeeld, de volgende zin, die ik best wel vaak bezig. Er kijken geen mannen, hè? Luister. Ja. Never call fool retard. Ja, dat is echt te grappig. Oké, laat maar. Ik ga wel slapen. Wat je wou zeggen? Vroeger was leuk. Bij La La Land had ik hadden veel mensen ook gekeken. En heel veel mensen waren net als me, myself and I ontevreden over het einde. Nee, dat einde is briljant. Ik snap dat het briljant is. De maar einde laat zien van, oké, elke keuze in het leven leidt tot een total random effect. Dus de kleinste dingen, als je je hart niet volgt, als je de liefde niet volgt, dan komen er gewoon ongelukken. Klaar. Je moet altijd de liefde volgen. Ja. En daarmee gaan we de vlog afsluiten, want dat is echt waar. Bedankt voor het kijken, maar als je niet gesubscribed bent, doe het dan hier. Dan kan je elke dag mijn vlog volgen. Every single day. Ja, ik zie jullie morgen weer. Tot ziens.